En dan ga je hier naar boven en dan zie je nog meer fossielen. En ja, dan draai je de camera en dan zie je de twee koppen van de meest epische dinosaurussen ooit. Namelijk... Yo Nintendo fans, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En ik weet dat jullie hier heel lang op hebben zitten wachten, want ik zag het allemaal langskomen in de comments. Een nieuwe Animal Crossing weekjournaal! Jongens, welkom op mijn eiland, er is weer heel erg veel gebeurd. We hebben natuurlijk een paar weken het weekjournaal overgeslagen, dus ja, er is super veel nieuws. Kijk, bijvoorbeeld dit bord, deze heb ik gekregen, deze vind ik zo tof. We're open, mijn eiland is open. Als mensen hier binnenkomen, ja, dan krijg je toch gelijk het gevoel dat je welkom bent. Behalve dan dat het nu keihard regent. Het is echt super slecht weer op mijn eiland, jongens. Maar ik heb wel twee nieuwe bewoners. Eén bewoner is weg. Namelijk... Amelia. Ja, ik vond het niet zo heel erg. Ik heb voor mezelf een soort van regel gemaakt. Als een bewoner niet in mijn top 5 favoriete bewoners staat, dan mag die weg. En kijk eens, ik heb een nieuwe bewoner. Dit is Tia. En Tia vraagt, denk je dat we na al deze regen ook een regenboog zullen zien? En ze noemen kopje thee. Een olifantje op mijn eiland. Dat is echt super leuk. En René, die is ook nog lekker vrolijk aan het rondrennen. Oké, maar ik ga jullie een paar dingen laten zien vandaag. De inrichting van mijn huis. Ik heb ook echt een dorp gebouwd voor al mijn bewoners. En het museum. Is nog epischer geworden. Oké, laten we gaan kijken bij het dorp. Maar voordat we bij het dorp zijn, zie je hier de upgrade van Nook's Hoek. Nook's Hoek is nog groter geworden, jongens. En dit, jongens, dit is mijn vissersplaatje. Ik had hier nog een strandje over, waar ik eigenlijk niet zo heel veel mee deed. En toen kwam dat visevenement met CJ. Ik ben benieuwd of jullie dat evenement ook hebben gespeeld. Laat het even weten in de comments. En sowieso, als je dit leuke video's vindt, abonneer dan ook even op mijn kanaal en doe even dat duimpje omhoog. Maar dit is mijn vissersplaatsje, jongens. En dit vind ik best wel leuk. Gewoon een klein strandje. Hier had ik niet zoveel meer te doen. Dus ik dacht, ik maak hier gewoon lekker een vissersplaatsje van. Nou, mijn werkplaats die hebben jullie al gezien. Alleen het is net Koningsdag geweest. Dus ik had mijn kraampies in de Koningsdag kleuren gemaakt. En toen heb ik tijdens de livestream op twitch.tv een koningsmarkt gehouden. En dat zag er ongeveer zo uit. Ja, dat was echt zo leuk, jongens. Willen jullie me live zien gamen? Wil je daar de volgende keer ook bij zijn? Misschien gaan we met kerst wel weer zo'n markt houden. Volg me dan ook even op twitch.tv/Rikachu. Anyway, hier begint het dorpje waar alle bewoners wonen. Met van die leuke beeldjes hier zo. Van die tanuki-beeldjes, volgens mij heten die dingen. Dan heb ik overal lekker hekjes geplaatst om het een beetje af te bakenen. En dan staan alle huisjes gewoon lekker zo netjes naast elkaar. Hey, trouwens, dit is mijn andere nieuwe bewoner. Wat een baas, dit is Flip. En Flip zegt, het regent, maar ik laat me niet kennen. Jij ook niet zo te zien. Oeh, ah. De kleren die je leukst vindt, draag je ook het meest. Dat klopt helemaal, Flip. Wat een baas hier, hè. Kijk dan. Hij kijkt een beetje onnozel uit zijn ogen, maar daar hou ik van. Dat vind ik super leuk. Ja, ik ben blij met Flip als mijn nieuwe bewoner, hoor. Oh ja, ik heb hier even een beeldje staan van Paaseiland. En Shep staat te praten met de heilige kabouters, de beschermkabouters. Je moet geen ruzie zoeken met deze vier kabouters, jongen. Want 's nachts komen zij tot leven. Ja, ik vond het wel leuk. Beetje zo'n mysterieus beeld. In ieder geval, hier hebben we ook weer een gezellig strandje voor al mijn dorpsbewoners. Hier kunnen ze spelletjes spelen aan het rad. En als je dan hier naar boven loopt... Dan heb je de volgende rij met huisjes. Ik heb het allemaal netjes uitgemeten, zodat het echt netjes in een soort van raster staat. Je kan het ook rechtsonder nu zien op de map. Alles staat netjes uitgemeten. Het is gewoon een heel mooi dorpje voor iedereen, waar iedereen welkom is. Behalve één bewoner. Ik heb stiekem drie nieuwe bewoners. En eentje. Die moet weg! Serieus, ik vind dat echt helemaal niks, die bewoner. Wat ik wel tof vind, is dit Godzilla-beeld hier op het strand. Hoppa! Eigenlijk moet hij de andere kant op kijken. Eigenlijk moet hij inderdaad daar naartoe kijken. Want deze dinosaurus beschermt mijn dorpsbewoners. Net als de tuinkabouters die daar beneden staan. Ja, ja, dat is het verhaal. Hier woont Tia, het olifantje. Ik moet hier dus nog even een grondspotje in de grond knallen, zie ik. Ja, en jullie weten dat Sprocket mijn favoriete bewoner is. En Sprocket is soort van de vice-burgemeester. Ik ben de burgemeester. En Sprocket is de tweede burgemeester. En dat noemen ze dan vice-burgemeester. I know, het klinkt een beetje vies. Maar goed, Sprocket woont dus hier op een verhoging, zodat hij uit kan kijken over het hele dorp. En ik ga hier komende tijd nog even verder bouwen om het hier nog toffer te maken hierachter. Zodat Sprocket het nog meer naar zijn zin krijgt. Sprocket heeft een soort van ereplekje binnen het dorp. En hier
moet het laatste huisje komen. Alleen, ik wil dus niet die bewoner laten verhuizen. Want ik denk dat hij daar blij van wordt. Ik wil niet dat hij er blij van wordt, want ik vind hem niet zo leuk. En die bewoner, die woont hier. En dat is Truffels. Dit is Truffels. Hey, Truffels moet weg. Dus ik ben Truffels eigenlijk gewoon een beetje aan het negeren. Ja, het is heel zielig voor Truffels, maar ja. Hey, hallo. Tia, wat wil je doen? Je wil me een emotie leren. Oh, je wil me een eenvoudige groet leren. Nou, dankjewel. Wat leuk, Tia. Ik vind het nu hartstikke leuk dat je op mijn eilandje bent. Oh ja, ik heb hier nog allemaal tarantula's opgeslagen, want ik wil dat Flik langs mijn eiland komt. Want op dat moment kan ik deze tarantula's voor 1,5 keer zoveel verkopen. Elke tarantula is dan 12.000 klingels waard, dus dat gaat sowieso lekker. Maar ja, deze liggen er echt al een week, want Flik komt dus niet langs op mijn eiland. Dan hebben we hieronder het huisje van de Mabel Sisters. Hier kunnen we natuurlijk onze kleren kopen. Zei ik de Mabel Sisters? Ik bedoel natuurlijk de Abel Sisters. Hallo, ik heb wel zin om even met jou te praten, Sabel. Wat zie je er opgewekt uit? Je neemt altijd tijd om langs te komen en ik kan je niet eens een kopje thee aanbieden, sorry. Als we hier nu eens een extra paar handen hadden, kon ik hem misschien wat langer kletsen. Ja, Sabel is wel een basie hoor. Ik vind Sabel echt hartstikke leuk. Mabel, heb jij nog leuke kleren voor mij? Wow, dit is gewoon een Aladdin pakje. Super cool, die wil ik hebben. Helaas geen bijpassende hoed. Ook geen bijpassende bril. Al is dit wel een toffe bril. Die wil ik wel hebben. Hebben we nog mooie nieuwe schoentjes? De klassieke laarzen. Oeh, die passen goed bij mijn Link outfit. Nou, bedankt hé. Yo, daar ga ik er weer vandoor. Want ik ben bezig met het weekjournaal. Dus we moeten wel een beetje tempo erin houden. Nou kijk, de zusjes Abel, die hebben ook een leuk eigen pleintje gekregen. Hier zo super schattig. Allemaal witte en roze meubeltjes. Hier kunnen ze lekker natuurlijk wat kleren maken of wat kastjes bouwen of een nieuwe paskamer maken of nou ja, noem het allemaal maar op. Ja, dit past prima bij de zusjes Abel. Het is alleen jammer dat het zo slecht weer is. Maar ja, kan gebeuren. We maken er gewoon een vrolijk feestje van. Nou, dit stukje hebben jullie al kunnen zien in het vorige weekjournaal. Hier op mijn privéstrandje zijn nog wat leuke instrumentjes erbij gekomen. Kunnen hier nu ook piano spelen. Hier hebben we 2 flamingootjes erbij. Ja, superleuk die flamingo's. Yo, en dan ga ik jullie snel mijn nieuwe kamers in mijn huis laten zien. Want de nieuwe kamers in mijn huis, die zijn echt dik episch. Nou, de woonkamer kennen jullie daar. Daar is niet zo heel veel veranderd, behalve dit ding aan de muur, mooi visie. Mijn werkkamer hebben jullie ook gezien, behalve dat hier nu een lampje in staat en een werkbankie. Dat is wel handig, dan kan ik hier ook gewoon dingen craften als ik in mijn huis ben. En dan gaan we nu naar de 4 nieuwe kamers. Zullen we beginnen met het dakterras? Ik heb namelijk een supergezellig dakterrasje gemaakt met een bad en hier kan je lekker uitkijken over de wolken. Ja, dit is echt het gevoel alsof je op de top van de berg leeft. Een heel mooi dakterras als zolder. Oké, jongens, zullen we nu naar de gouden piramidekamer gaan? Ja, de gouden piramidekamer. What? Oh, snap. Kijk mijn gouden piramidekamer hier met de 2 dingen die je met sterrenfragmenten van de sterrenbeelden kon maken. Van de stier en de ram. Ja, en als je over deze ketel wrijft, dan komt er een geest uit. Nee, niet echt, maar dat is het idee. Die vloer kan je maken met goudklompjes. Ik heb dus laatst het recept daarvoor gekregen. En dit is het recept voor de gouden vloer. Je hebt hier dus 4 goudklompjes voor nodig. Ja, ik moest die hebben. Ik vond dit zo tof, die gouden vloer. Oké, door naar de volgende kamer. Dan gaan we naar de epische Japanse drakenkelder, jongens. What? Kijk deze vloer ook. Ik vind dit zo'n toffe vloer. Dit doet me echt denken aan Dragon Ball Z. Kijk, ik heb hier ook het keizerlijke bed. Dat past natuurlijk helemaal bij het Japanse thema. Ik vind ook dat het behang er in principe prima bij past. En dan daar, kijk dan, hier hebben we nog zo'n scherm. En hier staat ook gewoon zo'n draak op, jongen. Ik vind het zo cool dat dit allemaal zo lekker bij elkaar past. I love it. Zou nog kunnen kijken of ik een andere muur heb voor deze kamer. Harmonieuze wand. Ik denk dat we dan echt wel heel veel kleur verliezen trouwens, hoor. Het past er wel bij. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het rood toch net even iets beter staan. Ja, dit vind ik ook echt wel een hele vette kamer, hoor. Met die vloer ook vooral. What? Oké, dan gaan we nu naar de laatste kamer. En dit is echt een cyberkamer. En ik vind die wand vooral zo gaaf. En die kamer vind je hierboven. Dit was eerst mijn speelkamer. Ja, nu misschien nog steeds wel een beetje. Maar meer, toch meer cyber hoor, jongens. Let's go! Kijk dit dan! Kijk dit dan! Zoveel kleurtjes, zoveel lampjes. Ik heb hier een arcadekast staan waar je spelletjes kan spelen. Hier in het midden heb ik zo'n bol, zo'n elektriciteitsbol. En hier heb ik nog zo'n vis die ook licht geeft. Tegen de muur staat een digitale klok en hier een platenspeler. Hier kun je dus allerlei liedjes kiezen die je wil laten spelen van KK Slider. En daarboven nog zo'n night vision ding. Dit is net alsof je naar Game State gaat, toch jongens? Ik vind dit zo'n vette kamer met die wand. Oh, I love it. Ik ben wel benieuwd trouwens, jongens. Wat vinden jullie nou de mooiste kamer in mijn
mijn huis. Ik gooi daarboven even een polletje nu, oké? Okay? Ja, ik vind dit echt heel erg vet. Ik kreeg het recept voor deze wand van Celeste. En deze wand kan je maken met 5 sterrenfragmenten en 1 groot sterrenfragment. Dat is best een investering, maar hey, ik vond het echt... echt dubbel en dwars waard. Ik hou ervan. Ik vind het zo cool. Ook die vis hier, jongen. Dat die vis ook gewoon nog even licht geeft. Die maakt het echt helemaal af. Oké, tot zover dus mijn huis. Wat vond jij de tofste kamer in mijn huis, jongens? Laat het weten in de poll. En dan ga ik jullie nu de uitbreiding laten zien van mijn museum. Want in de vorige weekjournaal kon je al zien dat ik flink bezig was met mijn museum. Maar geloof me, het is nog veel toffer geworden. Ja, en dat bedoel ik ook echt veel toffer, hè? Ik had jullie mijn bamboeperkje al laten zien. Maar ik wilde eigenlijk dat het bamboeperkje in de route kwam van het museum. En hier stonden eerst allerlei huisjes. Dit was mijn oude dorp. Wacht even. Is die nu wel thuis? Oh jongens, hier komt het varken. Ga van mijn eiland, truffels. Oh, ik vind je helemaal niet leuk. Je komt ook echt naar me toe lopen omdat je met me wil praten en ik ga je gewoon negeren. Ach. Anyway, hier was dus eerst mijn dorp. Dit huisje gaat hier straks ook weg. En dan kom je dus vanaf het dorp, kom je hier zo aanlopen richting het museum. Maar dan kan je er ook voor kiezen om nog even een afslagje te nemen. Om even hier naartoe te gaan. Lekker gezellig naar het bamboeperkje met allerlei leuke pandaberen. En hier kan je even lekker chillen zo. En dan kan je op de foto met je favoriete pandabeer. Helemaal cool, helemaal leuk. Dan loop je hier eruit. En dan gaat hier de museumtour voor je verder. Want dan kan je hier naar boven lopen. En als je dan de camera draait, dan bam, zie je hier zo'n episch schildpadachtig wezen. Met een hele vette waterval. Misschien ga ik hier nog wat bosjes weghalen. Want ik dacht eigenlijk dat je door die bosjes heen kon lopen. Maar dat kan helemaal niet. Dus ik denk eraan om een rij bosjes gewoon weg te halen. Maar in ieder geval heb je dan hier een heel vet fossiel. Dan loop je lekker hier langs en dan begint het allemaal. Dan zie je hier allemaal andere fossielen. Daar nog een hele toffe kop. Maar als je aankomt lopen naar het museum, kan je ook ervoor kiezen om gewoon rechts te gaan richting het museum. En dan begint het hier al, jongens. Dan begint het gewoon buiten al. Met allerlei toffe dingen die je ook in het museum kan vinden. Zoals ook deze kop. En dan ga je hier naar boven. En dan zie je nog meer fossielen. En ja, dan draai je de camera. En dan zie je de twee koppen van de meest epische dinosaurussen ooit. Namelijk, dan zie je daarboven de kop van de Triceratops. En de kop van de Tyrannosaurus Rex. Hier aan de linkerkant. De Triceratops, de tofste herbivore in de wereld van de dinosaurussen. En aan deze kant zie je de Tyrannosaurus Rex, de tofste carnivore in de wereld der dinosaurussen. En ja, nou hoe vet is dit jongens? Hé, ik zie nog een knol daar trouwens. Hallo knol, was het Enzo of was het Milan? Anyway, ik ben hartstikke blij met mijn ingang naar het museum en hoe dit allemaal is. En dit wordt nog veel groter jongens, want ik heb nog veel meer ruimte om allerlei toffe dingen te bouwen. Hier rond mijn museum, bijvoorbeeld hier op deze berg, daar kan nog van alles komen. Hier kan nog van alles komen. Het museum wordt gewoon echt een van de pronkstukken van Island Chew. En zoals jullie misschien ook wel weten, er is een nieuwe knakker die af en toe naar je eiland komt en die verkoopt je kunst. En dat kan je hier vinden, hier bovenaan de trap. Het is nu nog vrij leeg hier zo. Ja, ik weet niet, ik heb nog niet zo heel veel. Oké, hier moet nog van alles en nog wat komen. Ik heb hier ergens wel al een beeld klaarstaan volgens mij. Ja, kijk, deze. Deze heb ik al, het majestueuze standbeeld. Koning Kamehameha! Dat doet me ook weer denken aan Dragon Ball Z. Maar het eerste wat ik kocht, en ik was zo bang dat die nep was, want hij verkoopt ook neppe kunstwerken. Maar gelukkig was die echt. En ik heb hem maar voor 4980 klingels gekocht. Even kijken waar die is. Volgens mij is die hier ergens. Ja hoor, kijk dan. Dit was de eerste die ik had. En nog voor goedkoop ook. De Mona Lisa van Leonardo da Vinci. En ik vind het super leuk om te zien dat er ook echt informatie bij komt te staan waar je serieus iets van leert. Dus ik ben super blij met deze toevoeging in Animal Crossing. Dat we nu ook gewoon een museum krijgen. I love it. Nou, tot zover het weekjournaal. Jullie hebben dit vette museum kunnen zien. Jullie hebben mijn huis kunnen zien. En jullie hebben mijn nieuwe dorp kunnen zien waar alle bewoners wonen. Ik hoop natuurlijk dat jullie dit weer hartstikke tof vonden doen. Dat gewoon zeker even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon, Nintendo en Animal Crossing video's. Technisch gezien zijn Pokémon en Animal Crossing video's Nintendo video's. Maar goed, wil je me live zien gamen? Volg me dan ook even op twitch.tv/Rickertjew. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!